Alright, welkom bij de tweede video op Lucifer's Horror Channel. Vandaag gaan we het hebben over Duitse underground cinema. Met name de films van Jörg Butkereit en de films van Andreas Schnaas. Twee Duitse underground filmmakers die toch wel heel uiteenlopende films gemaakt hebben. Allee, laat maar zeggen, Jörg Butkereit's films zijn allemaal zeer melancholisch, meer nihilistisch, meer maatschappijkritisch. En de films van Andreas Schnaas zijn eigenlijk meer ultra-gore en hun gore for the sake of gore. So, super violent stuff. We gaan beginnen met mijn favoriete regisseur van de twee. En dat is Jörg Butkereit, waarvan ik ook het Necromantic shirt aan heb. En we gaan beginnen met zijn Necromantic, zijn debuutfilm eigenlijk. Zijn eerste langspeler, uitgekomen in 1987. En die samen met Manfred O. Jelinski eigenlijk gemaakt. Necromantic vertelt eigenlijk een liefdesverhaal tussen een lijk en een man of een vrouw. That's for you to see in a movie. Ik kan niet te veel prijs geven over de film. Het is eigenlijk een beetje een macabre en macabre Romeo en Juliet verhaal eigenlijk. Zijn films, zei ik daarnet ook, zijn redelijk maatschappijkritisch. En die film is al wel iets wat zichtbaar ook. Maar in zijn opvolger Necromantic 2, dat ik hier op VHS heb staan, is dat meer zichtbaar. Daar, de film is uitgekomen in 1991. Twee jaar na het vallen van de Berlijnse muur. En daar zijn de littekens eigenlijk van de Koude Oorlog wel nog heel goed zichtbaar. En je brengt dan ook allemaal heel mooi, goed, in beeld. Dus het is wel met de, het is wel een duidelijke boodschap. Het is geen gore of shock value just for the sake of it. Er zit ook wel een boodschap achter. En dat merk je ook wel als je met Jörg Butkereit praat. Want zoals je kan zien, zijn beide films ook gesigneerd door Jörg Butkereit. We hebben hem eerder dit jaar, ik heb hem mogen ontmoeten op het Offscreen Filmfestival in Brussel. Er was een bepaalde dag dat ze iets deden rond Death on Film. En special guest was niemand minder dan Jörg Butkereit. Dus er waren een aantal lezingen en er was een documentaire rond Death on Film, pseudo-snuftoestand. En na de lezing was er een Q&A waar Jörg Butkereit een van de panelleden was. En kon je allemaal vragen stellen. En die vragen werden dan beantwoord. Ja, dat was heel leuk. En Jörg Butkereit zat eigenlijk vlak voor mij. Dus er waren pak nu 15 rijen. En op de eerste rij zat Jörg Butkereit. Ik zat vlak achter hem. Met mijn stapeltje video's, dvd's, platen, alles dat kan van hem, van Jörg Butkereit. En je had gewoon willingly, je had eigenlijk zelf voorgesteld om dat te signeren. Na de Q&A heb ik dan nog een leuke babbel gehad met hem in de bar van het Offscreen Film Festival. Hij was dan met zijn vrouw. En ik ben nog met hem op de foto gegaan. Als alles goed had, zie je nu of straks de foto van mij en Jörg Butkereit. Nog een leuk gesprek gehad met hem rond zijn films en het waarom. En zijn liefde voor het horrorgenre eigenlijk. En ja, hele toffe kerel. Hele toffe kerel. Necromantic 2 en Necromantic 1. Beiden Duitse underground pareltjes. Wat ik hier nog eigenlijk liggen van Jörg Butkereit is eigenlijk Schram. Ook even melancholisch. En eigenlijk over een seriemoordenaar. De beelden, als je de trailer of zo kijkt op YouTube, had wel zien wat ik bedoel. Maar melancholisch, depressief, nihilistisch. De beelden spreken voor zich. Het is allemaal, het zijn heel zware films wel. Het zijn geen films dat je zo met een deel maten, zo met wat potjes bier of zo, moet checken. En for the laughs, want de films van Andreas Schnaas kan je wel tot die categorie rekenen voor pinten en neuten maken, maar deze films zijn toch wel een stuk zwaarder en misschien minder goede films om eigenlijk in de groep te chatten. Maar Schram, ook uitgekomen op het Barrel Entertainment label, een Amerikaans label dat jammer genoeg al gekelderd is, die bracht heel wat coole shit uit. Jammer dat dat gestopt is. Dan kunnen we misschien overgaan naar Andreas Schnaas zijn films. Ga ik het eerst hebben over Violent Shit 1 en Violent Shit 2. En straks ook Violent Shit 3, maar dat is voor z'n biet.
Eerst Violent Shit 1 op VHS. Dit is een trilogy, de Violent Shit Trilogy. Met de villain is eigenlijk Carl the Butcher. En die wordt in alle drie de films eigenlijk vertolkt door Andreas Schnaas zelf. Carl the Butcher, een very violent, ultra violent killer eigenlijk. Subiet ga ik je nog een keer de achterkant doen van Violent Shit 2. Daar zijn er zowat kills zichtbaar. En je gaat wel zien dat wel explicit violence is dat we te zien krijgen. Violent Shit 1. Experience a lesson in real bad taste. Expect the worst. To avoid fainting, keep repeating, it's not a snuff movie. Een verwijzing naar, we weten het allemaal, naar Last House on the Left. Waar dat de tagline van de film, keep repeating, is just a movie, is. Dus, heel cool. Violent Shit 2, Mother Hold My Hand. Hier zie je masker van Carl the Butcher. Dus, vertolkt door Andreas Schnaas. Gemaakt en vertolkt door Andreas Schnaas. Hier zie je zo wat, ja, je ziet wel, hé. Exploding heads, decapitated heads, meat hooks as weapons. Ook heel cool, dus dat is een warning op. This film is not recommended for wimps or persons under the age of 18 years. Dus als je een wimp zit, stay far away from this. A Violent Shit 1 en 2. Ik kan ook nog gezegd dat er een derde Violent Shit was. Die heb ik jammer genoeg niet op VHS. Ik weet ook niet of dat een VHS een release had gekregen, want die is eigenlijk uitgekomen in 1999, Violent Shit 3. Dus ja, zal sowieso wel nog een VHS release gekregen hebben. Maar die is eigenlijk gefilmd in 1993, maar door budget. Budget liet het niet toe, is die eigenlijk pas in 1999 uitgegeven. Funny Shit, The Trilogy. Ja, dat is de Anniversary Edition hier. Op een Duits label uitgekomen in de Pandora Video. 88 stuks van gemaakt, dat is die nummer 15. Hier staan ze alle drie op. Geen upscaling of geen restauratiewerking verricht aan deze. Het is hun VHS kwaliteit. Maar dat hoeft ook niet. Goed, wat heb je dan nog van Andreas Schnaas? Hij is eigenlijk zijn Zombie 90, uitgekomen in 1990. Hè. Zoals dat de titel al doet vermoeden. Andreas Schnaas, zijn Zombie 90. Eigenlijk een beetje zijn ode aan de zombiefilms. Eigenlijk had hij die film beter niet gemaakt, want ik vond hem echt niet goed. Dat is echt een film, zelfs like de Violent Shits. Voor met een bandematen en de nodige alcohol en chips te bekijken. Just have a fun afternoon with German crappy movies, I guess. Wat ik ook nog een keer wil meegeven, is eigenlijk de naam Violent Shit, van waar komt dat? Dat is eigenlijk wel nog een fun fact, want Violent Shit komt eigenlijk door Ann Timpson eigenlijk. Dat was eigenlijk de pennenvriend van Andreas Schnaas. En Timpson had in der tijd geschreven naar Schnaas dat al zijn films gewoon violent shit waren. En die titel is altijd blijven hangen. En zo is zijn eerste langspeler dan eigenlijk gewoon violent shit geworden. Timpson kennen we van ABCs of Death. En is de creator van ABCs of Death. De film waarin 26 verschillende horrorregisseurs allemaal een letter toegewezen kregen. Waar dat ze dan eigenlijk een kort film, of een segment van de film eigenlijk mogen draaien. Dus ABCs of Death had ook een opvolger gekregen. ABCs of Death 2. Wat heb ik hier nog liggen van Andreas Schnaas? Dat is hier Nichols the Impaler. Is dat van 2006? Yeah, not sure. Dus ja, pak later uit te komen. Nichols the Impaler, ja, ook weer hetzelfde. Ultra violence, ultra gore. Coole shit. En als ik me goed voor heb, heb ik hier ook nog Demonium liggen. Demonium, ook van Andreas Schnaas, uitgekomen in 2001. En dat is zijn eerste film die niet direct-to-video released is. Zijn Violent Shit en Violent Shit 1, 2, 3 en alles wat ertussen zit, Goblet of Gore en zo.
Wat allemaal direct of straight to video releases, als je het zo wil. En de eerste in Duitsland eigenlijk. En Valley Shift had een heel groot succes. Is dan ook zijn weg gevonden naar de Amerikaanse markt en de volledige Europese markt. Maar dat is dus de eerste film die eigenlijk met een ook een volledige Engelse cast eigenlijk geshoot is. Zijn andere films zijn allemaal gedubt. Violent Shit 2 is echt een aanrader om gedubt te checken, want dat zorgt echt voor hilarische beelden. Neem het van me aan. Alles dat uitgekomen is van Violent Shit en zo, van Schnaas zijn werk, is allemaal uitgekomen op Real Gore Productions. Ik kan dat een keer tonen. Dat ik Violent Shit er hier bij pakken. Het komt in 1989 Real Gore Productions. En Real Gore Productions is eigenlijk een eigen productiehuis. En wie bedoel ik met hun, want ik zei hun eigen productiehuis, dat is eigenlijk M en Steve Aquilina. Alle Violent Shit en quasi al het werk van Andreas Schnaas had hij samen met Steve Aquilina eigenlijk gemaakt. Er is ook een remake van de Violent Shit. Dat is uitgekomen in 2015, als ik me niet vergis. Violent Shit, the movie. Hij is ook gesigneerd door Steve Aquilina. Du Laurentine, Carl the Butcher Awaits in Hell. Steve Aquilina. Violent Shit, the movie. Is geregisseerd door Luigi Pastore. Die we misschien kennen uit zijn Giallo-film Symphony of Blood. Die uitgekomen is in 2010. Dus een ode aan het Giallo-genre. Luigi Pastore. Fun fact. Wesley Remmery en ik hebben de subtitles, dus de ondertitels, eigenlijk mogen voorzien voor deze film. En staan ook zo vermeld in het boekje. Wat dat ook wel heel cool is om aan zo'n productie eigenlijk te mogen meewerken. Zie zo. Movie subtitles by Wesley Remmery en Laurentine Kallewaard. Heel cool. Zo. Dat was het for now. Er volgen nog meer in-depth video's over de vorige, over de films, waar ik het nu net over gehad heb. En de volledige unboxing van de Child's Play Good Guy doll volgt ook nog. Stay sick!